En dan hebben we Sue. Hallo, nice to meet you. Nice to meet you. Ja, Sue, in 1974 toen was ik 12 of 13. Toen was ik wel een beetje onder de indruk van Spooky, maar vooral van Sue. Dus leuk. Ja, dat schok je wel een beetje, niet? Waarvan? Van het feit dat ik zijn moeder was. Nou ja, ik had niet meteen de link gelegd. Ja, Pascal Jansen. Ja, zo Nederlands. Ja. Dat is groot. Ik ben zo trots op je. Wanneer kreeg je voor het eerst een DM? Bekende moeder had? Nou, de momenten dat je onder de buren ligt te slapen als klein mannetje. 14 dagen. Druk aan het optreden, dus ik ging overal mee naartoe. Dus ja, als je op een gegeven moment wat ouder bent en je realiseert je dat, dan besef je eigenlijk wie je moeder is. Hoe is hij zo'n goede voetballer en later trainer geworden? Nou, geworden. Het zit een beetje in de genes, denk ik. Ik heb zelf op de academie gezeten vanaf 6 jaar. Dus ik denk dat Pascal is altijd gefocust geweest. Vanaf 6 jaar is hij echt gefocust geweest. Weet je, beslissen wat je route te maken. Want Pascal die was natuurlijk wel vrij jong toen hij zelf echt moest stoppen met spelen. En ik denk dat die gewoon goede beslissingen hebben gemaakt. Om niet zijn passie op te geven, maar te look at it in all different angles. Ja, nou, je ziet het. Hij is altijd zo geweest. Ja, even tussen ons zegt, hij is toch niet van Spooky, hè? Nee. Spooky is always a professional op me bij elkaar gezet iets. Nee. Nou ja, kijk, als je wat ouder bent, dan ga je natuurlijk wel eens wat relativeren. En dan kom je wel tot dat soort conclusies inderdaad. Ja, dat er heel veel overeenkomsten zijn in hoe zij haar vak beleeft en hoe ik mijn vak beleef. En nu zit ik bij PSV. Ik heb al mogen werken in verschillende delen van dit land. Op prima niveau gewerkt en nu in de absolute top van Nederland. Maar ook 2 jaar in het buitenland, in de Emiraten gezeten. Nou, en dan, als je dan thuis komt met de mededeling van volgende week ga ik naar Abu Dhabi toe. Nou, dan wordt er heel eventjes geslikt en even gekeken. En dan is het, nou ja, weet je, je passie brengt je waar je moet zijn. En zo gaat het eigenlijk al ons hele leven. Een vrije geest gecombineerd met passie en wilskracht. Ja, want het hoort erbij. Hè? Als je op een gegeven moment, ook in de music world, wij zijn ook al over de hele wereld geweest. Dus je hebt gewoon... Dat zijn gewoon dingen dat bij het vak hoort. Dus hij heeft dat gewoon goed ontvangen. Ja, het is inderdaad even slikken. Als je denkt van wow, die gaat gewoon echt like een jaar weg of zo. Of zulke dingen. Dat is heel moeilijk om te ervaren. Maar dan denk ik van ja, het is het vak. Hoort erbij. There you go again. You always talking and talking and talking. And he says I talk too much. You just talk. Ik heb je moeder de afgelopen dagen, de afgelopen weken weer eens veel op YouTube opgezocht. Dat zal je ongetwijfeld ook wel eens doen. Hoe ervaar je dat als je moeder daar ziet als jong meisje? Ben je met die mooie ogen, ja. Die leuke liedjes? Ja, nou, soms hebben we wel eens in een gekke bui dat we ook wel eens YouTube opgaan. En dat we nog een beetje te lachen over van alles en wat. Maar ja, dat maakt je natuurlijk enorm trots. Je ziet dat je maar heel veel mensen blij maakt en heeft gemaakt in die tijd. En wat ik zeg, ook enorm passievol genoot van wat ze deed op dat moment in haar leven. Dus weet je, wat ik al zeg, soms in een gekke bui kijk je nog wel eens terug. Maar vooral genieten ervan, hè, wat we de mensen terug kunnen geven. En kijk je ook wel eens op, wat is het, SBS of zo, naar hoe je zoon het doet? Absoluut. Ik heb PSW vast op mijn telefoon en op mijn dingen. Dat hou ik allemaal wel goed bij, ja, absoluut. Tuurlijk. Dat is gewoon ook een ontwikkeling voor mij dat ik moet blijven volgen. Dit is mijn levenswerk, is dit.